Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er liggen veel wolken over Nederland en uit die wolken valt van tijd tot tijd wat regen. In het zuidwesten van het land zijn de wolken dunner en schijnt de zon misschien even, maar ook daar zien we nog vrij veel wolken. De meeste regen valt overigens langs de oostgrens en die regen zien we in de loop van de middag ook weer wat activeren. Vanmiddag lopen de temperaturen uit een van 18 graden daar waar het regent tot een graad of 20, met name in het zuidwesten van het land. De wind waait uit de noordelijke richting, is meest matig van kracht 3 tot 4, mogelijk nog even een vijfje bij de kust. Vanavond verandert er heel weinig. De meeste regen in het oosten. In het zuidwesten is het overzakelijk droog met enkele opklaringen. En vanavond is het 16 graden. Morgen een vergelijkbare dag met vandaag. 18 tot 20 graden wordt het. De meeste regen in het oosten en het noorden. In het zuidwesten blijft het waarschijnlijk droog. En daar zien we af en toe de zon. En op andere plaatsen heeft de zon duidelijk veel minder ruimte. Dinsdag de laatste regen in het noorden van het land. Daarna wordt het droog en gaat de zon ook veel vaker schijnen. We zien de temperaturen in de lift komen. Donderdag komen we dik boven de 20. En in het zuiden lokaal al in de buurt van 25 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.